Bij de goedkeuring van de begroting over het dienstjaar 2024 door de regeringsraad is gebleken dat het begrotingstekort teruggebracht is naar 4,3%. De regering vindt dit een bijzondere prestatie, omdat in 2020 het begrotingstekort nog 19% bedroeg. Het terugbrengen van het begrotingstekort beschouwt de regering als een mijlpaal, omdat het slechts 1% is boven de internationale normen. De drastische daling van het begrotingstekort binnen zo'n korte tijd heeft volgens de regeringsraad diepgaande implicaties voor de Surinaamse samenleving. Allereerst zal het in het komend jaar een gunstige invloed hebben op de economische groei van het land. Daarnaast wordt verwacht dat de inflatie zal dalen naar 20%, wat een opmerkelijke verbetering is ten opzichte van 3 jaar geleden, toen de inflatie 65% was.